Hoi. Hoi. Dag. Ja, een van jullie tweetjes Valentin? Ja. Zo. Weet ik wel. Bent u Valentin? Goed. Hoi. Hoi. Nou ja, kijk dan hier wel. Kijk hier. Daar. Hier. Ja. Ja. Kijk nou, Rob. Oh, maar die spaar ik, joh. Spaar je die? Ja, ik spaar ze. Ik spaar ze. Ik stoet ze hierheen en dan bewaar ik ze. Oh, dat is wel leuk, hè? Heb jij er nog meer? Hier ook niet? Nou, kijk nou eens. Een rijke jongen. Ja. Heb jij er nog meer, joh? Nee? Jawel. Kijk. Ja. Ja. Nou, ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Volgens mij zit er ook nog eentje in zijn haar. Waar is het? In zijn haar. In zijn haar? Ja. Nou ja. En daar is zijn kussen. Zijn kussen. Onder zijn kussen? Ja. Ja, ja, bedankt. Je hebt gelijk, joh. Kijk nou. Oh. Hoe weet je dat? Spaar je die? Nee, ze... Hoeveel heb je er nog? Hoeveel heb ik er nou? 5, 4, 3. Zal ik eens kijken? Ik ben benieuwd, hoor. Gooit je zo op je bed, hè? Allemaal, hè? Oost er maar één. Hé? Wat een mooie grote, joh. Het is wel een grote. Jongen. Dat is ook leuk. Wil jij hem even vasthouden, joh? Haal ik hem hier weer tevoorschijn, zie je? Ja. En het allerleukste, weet je wat je doet, weet je wat ik leg hem hier neer, zo. Mag je in mijn wagen, kom ik hem straks hier ophalen. Ligt hij daar, goed, dat heb je nog gelaten. Oh jee. Nog gelaten. Hij heeft hem weggetoverd. Oh jee, kan je ook wel toveren dan? Hij werd getoverd. Kan je ook toveren? Ja, wat grappig. En kan je ook toveren misschien met een elastiekje? Met een elastiekje. Kijk, als je twee elastiekjes hebt. En ik doe er eentje. Hij gaat gelijk een beetje verfrommelen, zeg. Dat is een beetje lastig. Ik doe er eentje achter de andere. Kijk, dan zit hij vast, toch? Ja, kan niet los. Nee, dat kan niet los. Behalve als je blaast. Kijk, daar gaat hij los. Hij kan echt over. Joh. Ja, ja, zeker. Zeker. Hij kan echt over. Zou je zelf ook wat willen leren? Ja? Ja. Weet je wat gedachten lezen betekent? Dat je iemand. Dat je weet van ja. Dat je van tevoren weet wat iemand in zijn gedachten heeft. Dat je dat al kan lezen. En als ik tegen jou zeg van, stel je voor Valentin, jij bent jarig en je krijgt van ons een cadeautje. Je mag een huisdier kiezen. Je mag elk dier kiezen uit de hele wereld, als het maar een eendje of een konijntje is. Wat ga je kiezen? Een eendje of een konijntje? En voordat je het zegt, wij weten het al van tevoren. Ja. Want dat heb ik hierop getekend, zeg maar. Ik weet het niet, ja. Wat ga je kiezen? Een konijntje. Weet je dat ik dat van tevoren weet? Maar ja, stel je voor... Is dat je moeder? Ja? Stel je voor dat je moeder het eendje had gekozen. Ja, dan had ik het ook van tevoren geweten. Zie je net wat er gebeurt? Zo is het een konijn. En als ik zo... En zo is een eend. Zou je ook zo'n plaatje willen hebben, om aan iemand te laten zien? Een kleintje, hebben we nog over, ja. Ik heb hier namelijk een doosje voor je. En in er zit ook je vingertje in, dat komt goed uit. Ja, wacht even, zal ik eens even dat konijntje laten zien? Ja. Weet je hoe je hem vast moet houden nou? Als ik het doe, dan pak ik al precies zo hier, bij het puntje van... De neus of bij het puntje van de snavel? De snavel van de eend. En dan lijkt het precies. Dit is een knijn. Knijn, konijn. Knijn. En dit is een eend. Ja? Zou je het leuk vinden om die te hebben? Dan is die voor jou. Sterker nog, weet je wat dit voor dingetje is? Bijna wel, ja. Zoiets, ja. Alleen nog ietsje kleiner. Ja. Ja, die kan je ook op je hoofd zetten. Maar ja, mijn hoofd is te groot. Past toch niet. Maar kan je hem op je duim zetten? Nou, dat is een duimhoedje. Ik heb er ook eentje. Maar de mijne is rood.
Hey, en die laat ik verdwijnen. Die laat ik verdwijnen. Dat is hartstikke moeilijk. Als ik foto's wil maken, ook leuk. Ja? Goed. Als je ze naar mij kan sturen. Eén. Ah, goed. Twee. Drie. Is die weg.